is mijn leven vol adrenaline. Het is wat minder daar laatste jaar, maar het is desalniettemin fantastisch geweest. Mijn tijd in de Formule 1. Het is nu tijd voor een nieuwe Nederlandse held, Guido van der Garde. Leek mij leuk om eventjes een kijkje te nemen naar wat er nou gebeurt bij Formule 1 coureur als hij zijn debuut maakt. Op het hoogste niveau, de elite van de autosport, Formule 1. En Sport 1, dus wil ik bedanken dat ze mij hebben gevraagd dit jaar om mijn expertise te delen met de kijkers. En ook een kijkje achter de schermen te nemen van de Formule 1. De wereld die je eigenlijk draait als coureur met je talent hebben. Sponsoren zijn ook erg belangrijk. En daarom denk ik dat Guido goed voorbereid is voor zijn weekend, omdat hij beide wel heeft. Ik had het een aantal jaar geleden bij het team van Jordan. Jordan Grand Prix van Eddie Jordan, de flamboyante teambaas die dit soort mooie dames heeft verzonnen in de Formule 1. De Pit Girls, daar stond hij onbekend. En puur toeval hoor, dat gaat het wegkomen met dat team. En het leuke was dat ik eigenlijk in één weekend onderweg naar China maakte ik alles mee als debutant in de Formule 1. Op vrijdagmiddag stapte ik in de auto, dat was een nieuw circuit in China, in Shanghai. Voor degenen die gekeken hebben, die weten het nog wel. Een hele lange pitlane. Die wordt dan uitgerekend door de software engineers van het team. Dat je niet harder mag dan 80 km per uur. Dus ik zit daar gewoon rustig in die pitlane. Op 80 km per uur, op die limiter. Had die software engineer een foutje gemaakt. In plaats van 1 km had hij maar 800 meter uitgerekend. Dus 200 meter voor het einde van de pitlane, terwijl ik nog om me heen aan het kijken en schiet dat ding er vandoor. Nou, als je uitrekent dat $500 per kilometer boete was. Dus dat waren de eerste 14.000 die waren al binnen, boete. Dat was nog maar vrijdag. Dus 's avonds werd ik uitgenodigd door de teambaas om een hapje te gaan eten. En daar leerde ik gelijk eigenlijk de belangrijkste kant van de Formule 1 kennen. Het zakelijke, de sponsoren die de show uitmaken. Nick Heidfeld, een bekende, en Robert Dormos, toen nog onbekende, die moesten mee eten, een hapje met Eddie Jordan. Zijn rechterhand, Ian Phillips, en 10 Chinezen aan tafel. De sponsoren van het team, Benson & Hedges. Kleine $40 per jaar stond ze erin, dus redelijk belangrijk om niet te pleasen. De coureurs mogen hun verhaaltje vertellen en een babbeltje op de foto. En halverwege de avond staat Eddie Jordan ineens op. Het is dat net de Oscars zijn geweest, maar hij verdiende die avond ook zeker een Oscar. Begint een emotioneel verhaal, dat hij zo blij is met de sponsorship. En dat hij dankzij hun zijn team kan voortzetten. Maar het was het laatste jaar van de sponsoring, dus hoe ga je die nou verlengen? Hier komt het inspelen op de emotie van de Chinees in dit geval. Hij vertelde dat hij ze wil bedanken voor de support door middel van het overhandigen van een stuurwiel. Een stuurwiel van de eerste overwinning van Jordan Grand Prix. Het moment dat hij dat vraagt aan Ian Phillips, zijn rechterhand zit naast me. Die tikt mij aan, die zegt dat is stuur nummer 27 die Eddie dit jaar uitdeelt. Vol emotie en al. Maar tekende gewoon weer een nieuw sponsorcontract. En op dat moment besefte ik, ja, we zitten hier nu eigenlijk het hoogste van het hoogste. En ik ben een van die 20 jongens die in die auto zit. Dat is natuurlijk fantastisch. Een jongensdroom die uitkomt. Sowieso van je hobby je beroep kunnen maken. Is iets waar ik heel trots op ben. En dat gebeurt niet elke dag natuurlijk dat je die kansen krijgt. Wat komt erbij van mijn kant? Fysieke voorbereiding, heel belangrijk. Hoe ziet een dag van de Formule 1 coureur eruit? Los van het lopen met de pitspoesen. Trainen. Eten, trainen, slapen, reizen. En dat zie je te weinig op tv. En ik hoop ook dat Sport 1 nu al los van alle opties en de mooie dingen die we jullie gaan geven dit jaar, dat ik ook mijn bijdrage kan leveren om een kijkje achter die schermen te geven. Hoe traint de coureur? Hoe komt hij aan zo'n nek? Waarom hebben ze zo'n nek? Nou, dan kom ik nu bij het volgende. G-krachten. Ik zat maar net in de film.